We komen eraan in dat café en die waren met 30 en die hadden allemaal al minstens 10 pinten gedronken. En die waren, ja, en je moet ook weten, ikzelf, nog mijn twee compagnons toen, Frederik en Ben, wij weten niks van voetbal. Positivist tot in de kist. Er zijn wel wat mensen in mijn omgeving waar ik dan eigenlijk spontaan aan moet denken. En ik ben blij dat je iemand uitnodigt die ik eigenlijk ook echt wel persoonlijk ken. Ik zeg niet dat we BFF zijn, maar onze kinderen zijn dat wel. Ja. Welkom, Jeroen. Dank u. Jeroen en ik, wij kennen elkaar omdat onze beide dochters, inderdaad, zoals ik al zei, beste vriendinnetjes zijn van in de kleuterschool. Ondertussen toch al een dikke 6 jaar, zeker? 7,5 jaar, zoiets. Hè? Ja, het gaat langer. Snel, hè? Ja, het gaat echt snel. Het worden echt pathetjes. Ja. Er beginnen al jongens in het verhaal te komen en zo verschrikkelijk. En het leuke is dat Jeroen ook wel een ondernemer is, maar vroeger vooral gekend was van de Bil. Ja. Misschien is het wel eens tof. Puur voor de mensen om te verstaan wat dat een bil is. Het kan hun ook inspireren om daar misschien ooit wel eens een keer aan deel te nemen, want ik vind dat wel een fantastisch concept dat dat bestaat. Mm-hmm. Het is niet van u, maar je hebt er al jaren dag gewerkt. Ja, 11 jaar in totaal. Dat is heel lang eigenlijk. Dus, in deze tijden is dat abnormaal. Ja, ik weet het, ik ben een heel abnormale mens eigenlijk. Dus, Vertel, wat is bil? Bil is de Belgische improvisatieliga, dus het oudste en het grootste improvisatietheatergezelschap van Vlaanderen. Ze begonnen in 1989 en die spelen improvisatietheater in matchvorm eigenlijk. Dat is een matchformat uit Canada, dat is een heel soort ijshockeyformat eigenlijk, waar dat twee ploegen tegen elkaar strijden en het publiek mag beslissen wie dat de winnaar is door te stemmen. En ze mogen ook met sloeven gooien als ze het niet goed vinden. Okay, dus tof. Iedereen krijgt een sloef als je binnenkomt in de voorstelling. Daar heb ik dus 11 jaar voor gewerkt. Ik heb nooit zelf op het podium gestaan. Ik heb altijd... ik was eigenlijk een beetje coördinator, heette dat dan. Ik was ook de enige in dienst. Dus ik deed eigenlijk alles. Van het praktisch organiseren van de voorstellingen tot het schrijven van de subsidiedossiers, het contact houden met alle klanten. Want wij waren... meestal niet gesubsidieerd in die lange periode. En dus al het geld kwam van werken voor bedrijven. Op events, beurzen en dat soort dingen allemaal. Eigenlijk was de jobinhoud, zie dat het loopt. Daar komt het wat op neer. En dat is heel plezant. Ja, en dat heb je ook goed gedaan. Ik weet nog, destijds werkte ik bij Bacardi Martini en dan hebben wij ook gebruik gemaakt van de bil. Een paar keer bij jullie komen spelen. Hè. Ja, dus voorstellingen op maat en zo, dat was heel plezant om te doen. Daar ben ik nu nog altijd een beetje aan het opvolgen, want ik ben daar dus nu 3 jaar geleden mee gestopt om mijn eigen bedrijf op te starten. Maar ik ben nog wel lid van de Raad van Bestuur van de Bil en ik volg dus nog als zelfstandige freelancer al het B2B-werk op, dus alle contacten met klanten en offertes en dat soort dingen eigenlijk allemaal. Dus je bent er toch niet helemaal uit? Nee, en ik denk ook niet dat ik er nog vanaf geraak. Het is eigenlijk heel grappig, want gisteravond was het de eerste voorstelling terug sinds 674 dagen dat we hebben terug kunnen spelen, de eerste match. Dus we hebben lang stilgelegen uiteraard, zoals alles. En... ik was er terug naartoe gegaan, in het Zuiderpershuis. En het begon en ze kwamen op en ik had direct zoiets van... ik ben thuis, het is plezant. En hier heb ik dus de laatste 2 jaar voor vergaderd in de Raad van Bestuur, zodat dit nog steeds blijft bestaan en het is de moeite. Dus ik was echt heel blij gisteravond. Dat is heel fijn. Leuk. Ja. En waarom nooit zelf het podium opgestaan? Ja, dat is niet mijn ding. Ik heb altijd gezegd, je moet weten wat dat je plaats is in de wereld. Dus in de coulissen is mijn plaats, als het dan over theater gaat, bijvoorbeeld. Hè, wat ik nu doe, mijn degustaties, daar ben ik wel degene die van voor staat. Maar op een podium staan en zo gaan improviseren, zoals die gasten dat doen, nee, dat is echt niks voor mij. Ik heb daar ongelooflijke bewondering voor, hoe dat die dat durven en... eigenlijk voor een zaal van 400 man gaan staan zonder te weten wat er de komende 8 minuten gaat gebeuren en dat gewoon gaan doen, dat is ongelooflijk. Dat is heel schoon om te zien. Ja, je moet het inderdaad wel kunnen. Dat is een skill apart. Je kunt dat aanleren voor een stuk. Want je kunt dat zelfs door daarnaar te kijken, kun je daar dingen van onthouden en aanleren. Maar het zelf dan nog eens op een goede manier doen... dat is toch nog een pakje anders. Ik heb zelfs nooit workshops gevolgd of zo. Dat is echt niet mijn interesseveld eigenlijk om op een podium te gaan staan. Dus, Oké, maar je hebt wel besloten om een eigen onderneming te starten. Ja, dat is ook heel raar gegroeid eigenlijk. Dus om misschien even helemaal naar het begin terug te gaan. Mm-hmm. Dus ik ben een theaterwetenschapper, een germanist en een theaterwetenschapper van opleiding. Dus theater was mijn hobby toen ik studeerde.
En dan heb ik dus het geluk gehad om van mijn hobby mijn beroep te maken en ben ik in theater gaan werken. Maar dan had ik natuurlijk een ander hobby nodig. En dan ben ik dingen beginnen proven. Ben ik whisky beginnen proeven en bier beginnen proeven en alles eigenlijk wat lekker is beginnen proeven. En op een bepaald moment hebben we dan ook gezegd van, kijk, ja, vooral met whisky was dat dan. Dat is mijn eerste liefde dan als het over drank gaat. Hebben we dan gezegd, had ik zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel duur om er veel van te proeven. Dus moest ik een manier vinden om eigenlijk op een goedkope manier zoveel mogelijk whisky te proeven. En dan heb ik met een vriend van mij, die eigenlijk hetzelfde idee had, hebben gezegd, laat ons een club oprichten, laat ons 4 keer per jaar een tasting organiseren. Dan kunnen we elke keer 7 whiskies kopen en je eigenlijk gratis whisky proeven. En, voilà. En dan zijn we daarmee begonnen, dat was dan de Malt Lovers. En dan na een jaartje kwam er een derde vriend bij en die zegt, ja, laat ons hetzelfde doen met bier. En dan zijn we de Bierlovers begonnen en zijn we bierproeverijen beginnen geven. En dan waren er nog 2 andere vrienden die altijd naar ons tastings kwamen. Die zeiden, ja, wij wilden dat eigenlijk ook doen met wijn. Jeroen, wilde jij meedoen om Winelovers op te starten? Ik zeg, jongens, ik zal komen, maar doe maar ik ga niet meedoen, want ik kan niet alles blijven organiseren. En die zijn dan met de Winelovers gestart. En hebben wij een aantal jaar eigenlijk heel wat tastings gegeven. En dan, op een bepaald moment begonnen ze mij dan ook te vragen van een bepaalde importeur. Van ja, kun je zo hier en daar eens een tasting voor ons komen geven? En we hebben een winkel dat vraagt om een tasting te geven. En kun jij dat niet doen voor ons? Ja, en dan begint dat wat uit de hand te lopen, stilletjes aan. En dan een tijd zijn er 50 tastings per jaar aan het geven. En dan heb je eigenlijk geen tijd meer om alles te blijven doen. Dan wordt dat zo wat... Te groot. Dan wordt dat te groot, dan moet ik kiezen. En dan heb ik gezegd van oké, dan stop ik met een bil. Ik blijf daar in de raad van bestuur, dus ik kan daar nu nog altijd een beetje mijn ding bij doen. Maar Meug is nu de fulltime bezigheid geworden ondertussen. Dus, en nu heb ik weer een ander hobby nodig. Hè. Ja. Dus ja. Ja, en dan iets met eten misschien, om je drinken ja, aan te vullen. Ik ben nog aan het zoeken. Misschien moet ik dit soort dingen beginnen doen. Oh, dus, zo, ja. Je hebt er in ieder geval wel de stem voor. Ah, dankjewel. Het was laat gisteravond. Misschien helpt dat voor de graaf. Ja, zoiets, ja. Waar hoopt je binnen 5 jaar te staan dan, met Meug? Oh, bij het begin van Meug, we zijn nu... Het festival bestaat 6 jaar. Hebt een festival, vertel. Ja, dus we zijn... jawel, dus dat is eigenlijk het uitloper van Maltlovers, Beerlovers, Winelovers. Die 3 clubs, dat was zo een beetje fun en dat bestond naast elkaar. Op een bepaald moment heb ik gezegd van, laat ons eens iets samen doen. Want we hadden gezien van, er bestaat eigenlijk geen enkel festival dat alles doet. Je hebt whiskyfestivals, en je hebt bierfestivals, en je hebt wijnfestivals, maar je hebt niks waar je alles kunt proeven. Alcoholfestivals. Gewoon, ja. Degustatiefestivals, proeffestivals, okay. Smaakfestivals. En we zeiden, laat ons dat eens proberen. En dan zijn we eigenlijk met dat clubje, die 5 mensen, en dan nog een andere goede vriend van ons, die een eventbureau heeft, en dus logistiek en productioneel goed was, hebben we de eerste keer ons festival opgestart. En dan had ook zoiets van, ja, dan moeten we eigenlijk ook een naam hebben. En daar is dan Meug uit voortgekomen. Daar is het mee begonnen. En na dat eerste festival, dat was in het Zuiderpershuis in 2016, ja, daar was op 1 dag bijna 1000 man. Oeh, mooi. En dan hadden 3 van ons, dus ikzelf en dan Frederik en Bert, mijn 2 huidige compagnons in Meug, hadden we zoiets van, ja, laat ons daar meer mee doen. Laat ons daar een zaak van maken en laat ons daar proberen iets van te maken gewoon. En dan hebben wij Meug opgestart als bedrijf. En daaraan beginnen werken. En dan na 2 jaar tijd heb ik dan de stap gezet om dat fulltime te beginnen doen. En dus mijn 2 compagnons zijn eigenlijk stil in de zaak, doen niet echt iets. Ik werk fulltime, dus hij niet. Maar Frederik bijvoorbeeld heeft zijn eigen communicatiebureau, Reputations in Antwerpen. En Bert is de man van Groep Arthur, van het eventbureau. Dus eigenlijk werkt dat heel goed samen. Dus ik doe eigenlijk alle content en alle inhoud en de tastings voor maken en alle concepten en zo. Frederik communiceert het en Bert zorgt ervoor dat ze productioneel er staan. Dus eigenlijk werkt dat heel goed samen. Dat is een goede tandem. Ja, en we komen ook nog altijd goed overeen, dus dat is nog altijd belangrijk. Ja, dat is ook niet altijd even evident. Nee, dat is niet evident. Absoluut niet. Ze zeggen toch altijd geen zaken doen met vrienden, maar bij u lukt het dus wel. Ja, ik doe al heel mijn leven niks anders dan alleen zaken doen met vrienden. Dus ik vind dat geen enkel probleem eigenlijk. Ik heb nog nooit iets mee meegemaakt, zal ik zo zeggen. Maar dus om op uw vraag te antwoorden van waar we wilden staan binnen 5 jaar. Hè, dus waarom zijn we eigenlijk Meug gestart en wat is eigenlijk het idee geweest achter Meug? Is dat we eigenlijk een soort referentie willen worden als het gaat over smaak in Vlaanderen. Dus als mensen iets willen weten over dranken, eender welke dranken, dus ook niet alleen alcohol trouwens. Hè. We hebben ook niet-alcoholische dingen ook. Okay. Maar dat dan de eerste referentie is dat je denkt van oké, dan moeten we bij Meug zijn. Voor een degustatie, voor advies over... Ik doe ook advies voor menukaarten van restaurants bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dat ze gewoon automatisch eigenlijk aan ons denken. Dat is de bedoeling.
Oké, okay, maar ja, je zei wel van gewone whisky lover die dat eigenlijk gratis flesjes zou kunnen tikken op een zaak. Je gaat naar iemand die dat expert is in flavors van dranken ergens? Of toch adviseur erin? Ja, ik zou het nog iets anders willen formuleren. Ik ben eigenlijk niet zo heel goed in het herkennen van smaken en het geuren en dat soort dingen. Ik vind dat leuk om ermee bezig te zijn, maar ik ben daar zeker niet zo goed in. Ik ben heel goed in weten wat ik lekker vind. En wat ik niet lekker vind. En ik weet ook wat dingen dat goed gemaakt zijn en niet goed gemaakt zijn. Dat kan ik onderscheiden. Maar ik vertel eigenlijk meer verhalen. Dus ik ga niet, als je bij mij een tasting komt meedoen, ga ik je niet vertellen wat dat je proeft. Ik ga nooit zeggen van, deze whisky smaakt naar, een beetje naar citroen en je proeft ook een klein beetje een bepaalde sinaasappel uit het zuiden van Spanje. Dat vind ik heel boring, eerlijk gezegd. Dus dat doe ik niet. Ik ga nu wel vertellen waar dat die whisky gemaakt wordt, wat dat de geschiedenis is van die distilleerderij, wat dat er eigen is aan de manager die er nu zit en waarom dat zijn whisky nu zo gemaakt wordt, wat dat de naam is van de kat die daar woont, dat soort verhalen. Omdat ik geloof dat je dat beter onthoudt. Dat dat veel leuker is om te doen. Ik heb bijvoorbeeld een hele leuke gin tonic tasting. Als je nu in het wereldje van de spirits en de sterke dranken gaat vragen wat is de meest saaie drank ter wereld, dan is dat gin. Er is helemaal niks interessants over te vertellen, eigenlijk. Dat is... Tot als je natuurlijk Jeroen heet. Ja, dus ik geef nu een degustatie, een gin-degustatie, en ik vertel eigenlijk de geschiedenis van de gin van de Egyptenaren tot nu, waarom dat wij nu gin tonic drinken. En dat gaat langs de Egyptenaren en dan de 12e eeuw en dan de 80-jarige oorlog en Willem van Oranje en de kolonisatie van India door de Britten en malaria en tonic en waarom dat we dat nu zo drinken. Oké. Okay. Dat is eigenlijk op ene zin samengevat wat ik op anderhalf uur vertel, maar dan proefde ook tegelijkertijd nog eens 6 gins en een paar tonics erbij. En dan heb je eigenlijk een leuke avond gehad en je hebt eigenlijk van alles bijgeleerd op een leuke manier. Oké, we moeten dringend eens een tasting organiseren binnen ons team. We moeten dat echt eens doen. Ik denk wel dat ze dat leuk gaan vinden. En bijna iedereen drinkt wel alcohol bij ons. Dus kan ook niet alcoholisch, dat doe ik ook. Dus, kan mocktail workshops doen ook, doe ik ook tegenwoordig. Dat vind ik ook wel een leuke. Ja, dat is ook plezant hoor. Ja, ik vind dat wel. Oké, maar dus binnen 5 jaar? Ah wel, dus binnen 5 jaar hopen we dat we dus op dat plek staan, dat mensen automatisch aan ons denken als ze... Meug. Allee, als ze aan... Als ze iets met drank willen doen of ergens een vraag hebben over drank of een leuk event willen doen met bedrijf, want ik werk vooral voor bedrijven uiteraard, B2B, en ze willen een leuke tasting doen en ze willen iets anders doen dan gewoon een doos met de supermarktkoekjes en de supermarktwijn en de supermarktkava, dan moeten ze bij ons terecht zijn. En dan gaan we altijd op maat altijd iets anders bedenken dat elke tasting uniek is. Oké, dat moet wel lukken, lijkt mij. Zeker met al uw passie. En je zegt, ja, nu moet ik al op zoek gaan naar een nieuwe hobby. Enig idee welke richting? Nee, tot dan eigenlijk. Niet. Ik ben terug meer aan het lezen de laatste tijd. Maar nee, eigenlijk. En wat voor type boeken zijn aan het lezen? Oh, ik ben een germanist, hè. Dus ik ben, ja. Ik hou enorm van alles wat Engels is. En, Brits, moet ik zeggen. Nog meer Schots, eigenlijk. Maar bon, eigenlijk alles wat Engelstalig is. Daarom ben ik ooit germanist geworden. Ja, het komt er ergens wel uit voort, denk ik. Dus ik lees veel Engelse boeken tegenwoordig. Dus, ja. Maar ook non-fictie. Ik lees ook heel veel. En dat is een beetje begonnen vanuit het werk, zo gezegd, vanuit Meug. Wilde ik eigenlijk veel meer bijleren over de psychologie van smaak. En wat dat uw smaak beïnvloedt, los van hetgeen dat in uw glas zit. En daar zijn enorm veel dingen, leuke dingen over te lezen. Wist je bijvoorbeeld dat als uw drankje rood is, dat je dat automatisch zoeter ervaart dan als het blauw is. Echt? Nee, ja. Dat wist ik niet. Of bijvoorbeeld, als je in een restaurant zit, moet je eens opletten hoe zwaar dat je bestek is. Hoe zwaarder dat je bestek is, hoe lekkerder dat je eten gaat zijn. Och, oké. De muziek beïnvloedt wat je smaakt en ervaart. Dat wist ik wel. Maar alles eigenlijk. Dus alle context, alle kleuren, alles wat er rond u gebeurt. Zelfs eigenlijk al... Het begint al bij hoe goedgezind zijn. Als je goedgezind bent en je gaat iets proeven, smaakt dat anders dan als je slechtgezind bent. En dat zijn dus allemaal dingen, psychologie en neurologie enzovoorts. En daar ben ik heel veel over aan het lezen nu. En ook hoe dat je dat ook kunt beïnvloeden dan. Maar los van de smaak zelfs, hè, dat gaat dan ook over... Eigenlijk gaat dat ook over marketing soms, wat ik ook wel boeiend vind. Over de menselijke geest eigenlijk. Hè. Ja. Dus, uw dochter is ook een spring in het veld. Jij zei ook wel de vrolijke noot in huis. Allee, uw madame ook, daar niet van. Vooral toch de madame en de dochter en de zoons. Ik ben eigenlijk een heel rustige mens. Ja, jij bent een rustige, maar jij bent toch ook wel positief, niet?
Ja, meestal ja, wel, ja. In alle gesprekken dat ik met u heb, heb ik nooit zoiets van, man, je hebt een slechte dag of... Nee, dat is wel zo. Dat is wel zo. Jij bent misschien iets rustiger, maar dan nog wel altijd... Maar mijn motto is ook the altijd... The bright side of life, zal ik maar zeggen. Ik heb altijd, zeker de tijd dat ik bij de Bill gewerkt heb, omdat dat toch ook heel verrassende dingen soms meemaakt met acteurs. Dat je met 50 acteurs werkt, dat maakt er van alles mee. Maar het motto is altijd geweest, alles komt altijd goed. Mm-hmm. Sowieso. En dat is heel rustgevend als je daarvan uitgaat. Soms loopt dat helemaal mis, uiteraard. Maar het is heel rustgevend als je ervan uitgaat. En dat is dan wel positief, denk ik. Als je, ja. als je dat kunt hanteren als motto. Dus ik ga daarvan uit dat alles altijd goed komt. En anders dan zijn we er nog niet. En wat is wat de grootste struggle waar dat je mee gezeten hebt? Al? Oeh. Privé, zakelijk, het doet er niet toe. Dat je zo echt denkt van, oké, ik weet dat alles goed komt, maar nu zie ik het even niet. Ah, wel, ja, dat is misschien nu heel cliché om dat van de laatste 2 jaar te zeggen, maar we zitten met het hele corona-verhaal. Ik was eigenlijk net nog geen jaar met Meug volledig fulltime zelfstandige geworden. Ja, ik werk in de eventsector en met mensen en met groepen mensen. En dus maart 2019 valt alles weg. Ja, je weet niet wat er van gaat komen. Ineens valt heel je agenda wordt leeg. Dus dan heb je wel zoiets van, oei, wat heb ik gedaan? Ik had eigenlijk beter gewoon mijn vaste job bij de Bill gehouden en dan had ik nu gerust gezeten. Dus dat heeft dan wel zo even gezeten van, ja, oké, waar gaan we nu naartoe? Maar eigenlijk heel snel hebben we dan... en dat was ook niet met een plan of zo, maar ik had een tasting gepland ergens in mei. En dat ging een live tasting zijn hier in Schilden, in de Jones Food Bar. Gingen we een masterclass over sherry doen. Met iemand van een sherryhuis die hier dan zou zijn en de uitleg zou geven. Dat kon uiteraard niet doorgaan, hè, want sowieso, Pilar kon niet uit Spanje naar hier komen en we mochten geen mensen bijeenbrengen enzovoorts. Dan heb ik gezegd van, oké, laat ons dat eens online doen. En ik zal er wel verzinnen dat we dat gaan doen. Ik wist dat we zo van die sample flesjes konden hebben enzovoorts. Dus... heb ik dat georganiseerd. En nu, ik had mij sowieso voorgenomen als die tasting live gaat doorgaan. Ik ben blij als er 15 of 20 mensen zijn. Sherry is geen gemakkelijke drank om volk voor te enthousiasmeren. Dat is een bon. Online hadden wij 73 deelnemers. Oei, oké. Ja, van over heel België. En zelfs in Nederland. Mensen die zeggen, oké. Tof. Het kan, dit. Hè. En de liefhebbers van Sherry, ze zijn niet meer veel. Maar ze zijn wel enthousiast, heb ik gemerkt. Ze wilden meedoen, van Mazeik tot Oostende, bij wijze van spreken. En dan heb ik een beetje erover nagedacht en wat verder uitgezocht, van wat kunnen we daar nu allemaal mee doen. Heb ik een quiz georganiseerd online, gewoon omdat ik daar zin in had. Zeg van, oké, ik wil iets doen. Ik maak graag quizzen, ik quiz graag ook. Ja. Met Meug, hè, en ook gezegd van, oké, dat is zelfs niet voor iets aan te verdienen. Iedereen mag inschrijven voor €5. 106 deelnemers. Ik denk van, oké, hier zit misschien toch iets in. En dan ben ik daar verder op gaan werken. En dan, in het najaar is dat eigenlijk, najaar van 2019, dan is dat eigenlijk enorm beginnen draaien. Waarom? Omdat er niks anders was. Wat je kon doen met bedrijven. Bedrijven konden niks doen, ze konden niks organiseren. Alles werd online gedaan. Ja, en laat ons eerlijk zijn, wat kun je leuk doen online? Iets drinken, hè. Mm-hmm. Dus is dat eigenlijk heel hard beginnen draaien. En in die mate dat ik nu ook gezegd heb van... we gaan sowieso blijven live werken en heel veel live werken en liefst van al live werken in het festival enzovoort. Maar ik ga ook altijd blijven online werken. Omdat er ook een aantal kansen zijn daar die ik ervoor nooit had over nagedacht dat het mogelijk was. Ik geef nu vrijdag, is er weer een tasting die ik geef. Maar dat is met Mark Watt, een Schot, die vanuit Schotland de tasting geeft. Ja, anders moeten die mensen overvliegen en dat die laten doen en kost dat een hoop geld. Nu kan die mens dat gewoon van thuis uit doen. Ja. Dus dat zijn mogelijkheden. Ik heb bedrijfstastings gegeven voor mensen die tegelijkertijd... Iemand zat in de USA, iemand zat in China, iemand zat in Tsjechië, iemand zat in Duitsland. Ja, dat kan. Want je kunt online dingen samen doen. Dus... dat is dan vanuit die initiële onzekerheid van dingen is eigenlijk iets heel leuks gegroeid en heel toffe dingen gegroeid, waar ik nu mijn eigen ook wel mee amuseer. En ik zeg dat ook altijd een beetje voor de grap, want het zijn wel twee belangrijke dingen die wel kloppen. Zo'n tastings online heeft twee grote voordelen. 1, er moet niemand naar huis rijden. Wat een belangrijke overweging is. Ik vind dat ook heel belangrijk om daarop te wijzen altijd van, mannetjes, zie dat veilig blijft of zie dat je een chauffeur hebt, minstens, enzovoorts. En ten tweede, ik moet geen glazen meer afwassen.
Want als ik een tasting ga doen voor 40 man en we proeven 7 dingen, heb ik 280 glazen die ik moet afwassen. En nu van thuis uit heb ik er 7. Ja. Dus groot voordeel voor mij. Ja, en je kunt veel sneller schalen natuurlijk. Ja, ook, ja, absoluut, absoluut. Dus wat ik zeg, dus die tasting, ja, die van Sherry, ja, dat was voorzien op 30 mensen, want na 30 mensen zijn uw flessen leeg. Ja, maar er was nog interesse. Ja, dan doen we van alles gewoon een tweede fles open, hè, en dan blijven we kijken. Ik heb dit weekend 190 pakketten verkocht met champagne voor een... verpakt en verzonden met champagne voor een bedrijf. Dus ja, dat staat heel mijn living even vol met dozen en met champagne. Maar... Oh, ik kan me inbeelden. Alhoewel, Saar kan er wel mee om. Ja, 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 ze heeft geholpen. Ze heeft geholpen. Ze heeft mee ingepakt. De kinderen hebben er ook mee ingepakt. Die hebben zo de vulling erbij gedaan. Een zo. Echt familiebedrijf. Een familiebedrijf, dat is toch goed? Ja, schattig. Ja, maar wel blij dat ze alles uit de deur is nu. Ik heb deze morgen de laatste dozen op de post gebracht. Dus, ja. Konden ze dat al niet halen als schaal voor 100? Ja, normaal gezien wel. Maar door allerlei problemen met de glazenleverancier was dat veel te laat. En het moest echt vandaag de deur uit. Ja. En dan durf ik dat niet riskeren, want ik heb dat al een paar keer gehad, dat ze dat niet opdagen. En dus ben ik gewoon rondgereden eigenlijk. Dus, vooruit. Oplossingen zoeken, Caroline. Zo zijn we, zo zijn we. Ja. De Bil, je gaat dat blijven doen. Meug, je gaat dat blijven doen. Waar krijg je het meeste energie van? Eigenlijk van alles samen doen met mensen. Ik heb dat altijd gezegd dat ze mij dat vroegen bij de Bil tijdens zogezegde evaluatiegesprekken of functioneringsgesprekken met de raad van bestuur. Waarom doe je dit nu? Ja, ik doe dat voor die groep, voor die mensen. Je kent die al een tijd en dat worden zo wat vrienden, sommige goede kennissen. Dat is gewoon een hele toffe bende. En daar doe je dat voor. Hè? Met mij net hetzelfde. Ik vind dat heel plezant om... De allerleukste tastings die ik geef zijn voor absolute beginners. Ja. Mensen die bij wijze van spreken nog nooit een whisky geproefd hebben of nog nooit, die niet weten wat die verschil... Die niet bedweterig zijn en die openstaan. Pas op, die zijn ook leuk. Echt, ja? Af en toe, je hebt overal altijd wel een bedweter in de zaal, maar die zijn ook leuk, want meestal kan ik die wel af. Die zijn omdat die openstaan voor die verhalen ook. Die komen nog niet naar een tasting zoals een echte een whiskyliefhebber, noemen we een anorak. Je hebt beer geeks en anoraks en ja, bons wat... Chinees, ja. Ja, nerds. Hè. Die zijn tof, maar die verliezen zich in details die mij dan ook niet interesseren. Van, is dat bier nu gebrouwen op 35 graden of 55 graden? I don't care, echt niet. Ja. Het gaat om de verhalen. Dat. Ja, de verhalen van die brouwer. Maar dus van die echte beginners... die stellen ook nog goede vragen. Of die stellen domme vragen, maar waar je wel goede antwoorden. En je merkt ook dat die er iets aan hebben. Ja. Die hebben dan geleerd en die kunnen nadien het juiste verhaal vertellen van wat is een IPA-bier. Ja. Of die hebben geleerd hoe dat het komt dat sommige whisky een rooksmaak heeft. En je ziet die ook, je weet dat die dat gaan vertellen op de volgende keer dat ze thuis aan tafel zitten met vrienden en dat ze een whisky uitschenken. Ja. Je weet dat. Dat is plezant. Ja, dat is kei plezant. Wat is het moeilijkste publiek dat je dan al hebt gehad? Het moeilijkste of zo dat je zegt van, dat vond ik nu eens... Allee, ik doe het heel graag wat ik doe, maar dat sloeg nu eens echt tegen. Ik heb ooit op een... dat was een opdracht voor een importeur. Moest ik een whisky-tasting geven van 5 whiskies. En dat was eigenlijk een modeshow die georganiseerd was door een of andere Rotary Club of Lions Club. Ik weet al niet meer waar dat was. Dus de dames zaten beneden in de zaal naar de modeshow te kijken en de heren stonden boven aan de bar. Maar die waren met 70... Die stonden recht. Het was mij niet gezegd dat die gingen recht staan. En die stonden allemaal zo wat door elkaar te praten. En ik stond daar zelfs niet op een podium met een micro. En ik moest dan iets vertellen. Maar uiteraard, niemand luistert daar behalve 5 mensen rondom u. Dus dat was niet leuk. Degene waar ik ooit het meeste schrik heb gehad tijdens een tasting. Dat is eigenlijk een fantastisch verhaal. Ze hadden een van de supportersclubs van de Antwerp had gevraagd om een tasting te komen geven. En... we gingen dat dan met 3 doen toen nog. Dat was nog in de tijd van de beerlovers, van de club eigenlijk. En we hadden een heel concept bedacht van... We gaan eigenlijk de Road to Wembley doen. Hè. Antwerp heeft ooit de finale van dingen gespeeld. Hè. Dus 7 matchen waren dat. We dachten, oké, als we nu bij elke match eigenlijk een verhaal bedenken waar dan een bier bij gekoppeld wordt. Hè. Dat was dan... De eerste match was penalties. Dus dat bier heette Spanning en Sensatie. Dus dat was dan de match van de penalties. En de laatste was tegen Parma. Dus hadden we een Italiaans bier... Een heel concept erover bedacht. Het zat goed in elkaar, al zeg ik het zelf. We komen eraan in dat café en die waren met 30 en die hadden allemaal al minstens 10 pinten gedronken. Okay. En die waren... Ja, en je moet ook weten, ikzelf, nog mijn 2 compagnons toen, Frederik en Ben, wij weten niks van voetbal.
En die mannen wel. Antwerp-hol terecht. En we komen daar in de Antwerp-hol. En dus we vroegen van... hey man, het eerste bier, dat was die match tegen... Ik ben al vergeten tegen welke ploeg dat was. Wie was erbij? Ja, wij waren er allemaal bij! Oké, wij waren er allemaal bij. En hoe was dat? Vechten! Oké. Top. Zo ging dat eigenlijk heel die avond lang. En we hebben ons uiteindelijk enorm geamuseerd. Maar we waren toch even schrik toen we er binnenkwamen. Zo. Dus, maar die mannen waren, uiteindelijk superleuk. Gewoon. Ja, zoiets ongeveer. Dat zijn allemaal op zich brave mannen. Maar absoluut. Dus dat zat gewoon heel veel sfeer in. En zo echt in het hol van de leeuw. Dat vond ik heel tof. Ja, oké. Okay. Ja. Wat was het meest magische moment dat je misschien hebt beleefd tot hier zo? Dan ga ik terug naar een bil. Oké. Okay. Mag dat? Tuurlijk, ja, mag dat. Ja. Wij hebben... ik weet het niet meer, ook lang geleden. Een jaar of 7, 8 geleden was Antwerpen was sportstad of zoiets. Mm-hmm. Hè? We hebben een heel jaar van alles gedaan. En dan hebben ze ons gevraagd vanuit Antwerpen om eigenlijk een heel groot project te doen. In de tijd was dat zo... we hadden zo een aantal video's hip online van die soort verrassingsvideo's van improvisatiegezelschappen. Improv Everywhere was er heel goed in. Zo'n soort flashmob-achtige dingen eigenlijk. En ze hadden gevraagd, ja, kunnen jullie zoiets maken voor ons? Dan ook professioneel gefilmd, er was een productiehuis bij betrokken enzovoorts. En dat was we gingen eigenlijk de match van uw leven, de match van A-leven, was het concept. En we hadden een matchje van basket, van mannetjes van 7, 8 jaar. Die wisten van niks. Dat was Mercurius tegen Willy Brordus, weet ik nog. Die mannetjes wisten van niks en we gingen die de match van hun leven bezorgen. Dus wat hadden we gedaan? We hadden eigenlijk... die mannen kwamen toe in hun sporthal en die begonnen op te warmen. En dan werden die even terug naar hun kleedkamer geleid. En op die 5 minuten dat die in hun kleedkamer zat, hebben wij heel die zaal omgebouwd, tribunes gezet, 200 man publiek, heel die rigging van de camera enzovoorts. Die mannetjes kwamen uit de kleedkamer, er stond een cameraploeg van de VTM. Die zei, ja, en wat denkt u van de match? Wat gaat er gebeuren? Je zag die al dingen, oké. Die komen binnen in die zaal, al het licht was uit, lichtshow begint, de cheerleaders van de Antwerp Giants staan daar. Zalig. Die beginnen een show te geven. Die mannen komen op, de stadionomroeper van de Antwerp Giants kondigt die mannen aan, één voor één op hun naam. Boven in de coulissen zit Karel Huibrechts met Tony van den Bos, zat een commentaar te geven live. En de Antwerp Giants zelf waren daar ook. Oh. Dus die waren daar, die hebben dan mee de opwarming gedaan met die gasten. Hebben die wel leeuwkes laten doen. Allemaal handje klap gedaan als die opkwamen. We hadden mascottes voorzien. We hadden alles. Dat was één grote, enorme show. En dat was allemaal gelukt. Wat dat ook niet eenvoudig is. Want uiteindelijk was dat met 300 man. En dat was fantastisch. Die video kun je terugvinden nog op YouTube. De match van haar leven. Dus dat was echt ongelooflijk. En dan stond het daar zo en dan zei je van, ja, ik deed dan op dat moment niks niet meer, want alles was gebeurd en alles liep en er stond een regisseur op en weet ik veel wat. En dan kun je gewoon kijken en genieten en dat is plezant. Oh, dat klinkt ook echt gewoon. Ja, al die mannetjes, die gaan dat nog altijd weten. Ja, dat geloof ik direct. En dan achteraf uiteraard een bal gesigneerd door alle Antwerp Giants voor elke ploeg. Dat is in het buurtcentrum, de Cortina in Borgerhout, waar dat wij toen ook woonden. Die een bal staat er nog altijd, op de dingen. Dus dat is zo... Ja, dat is... Daarvoor doet het, zo'n dingen. Dat was heel veel werk en uiteindelijk werd dat niet zo goed betaald, maar dat was fantastisch. Ja, maar het draait ook niet altijd alleen maar om geld, natuurlijk. Nee. Dat was... Ja, dat was super. Ja, ja dat kan ik me inderdaad wel inbeelden. Je had ook gewoon de geboorte van je dochter kunnen zeggen als meest magisch. Ja. Maar het ging over het werk, Caroline. Dus, en trouwens, als ik dat dan zeg, dan gaan mijn zoon weer ongelukkig zijn. Dus die zijn alle twee ook nog magischer dan de match van haar. Ja, sorry, Mia Jack. Helemaal geen probleem. Dat zijn de projecten van je leven die op je pad zijn gekomen. Ja. Ik wil je toch heel erg bedanken om tijd vrij te maken. Ja, nee, je mocht van mij nog 101 dingen zeggen. Ik weet het niet, maar dat is goed. Dat gaat vooruit. Ja, tof. Ik weet eigenlijk niet hoe lang dat wij al bezig zijn, mm-hmm. maar ik denk toch wel al even. En ik dacht, het is keimooi om met zo'n magisch moment te eindigen. Keigoed. En wie weet komen er nog wel momenten dat je hier komt zitten en dat je nog over je volgende uitdaging komt praten. En... Als ik een nieuw hobby gevonden heb, zal ik het weten zeggen. Voilà, altijd welkom in mijn stoel. En we zien elkaar aan de schoolpoort. Denk het wel. Tot snel. Tada.